Nij het sporten gaat een pilske er wel in. Maar dan moet er nij wel veilig naar huis rijden worden. Rond 12% van de beginnende bestuurders riet mij te volle drank op als ze uit de sportkantine komen. Haast 8% van de bestuurders met ondervinding toch dit ek. Bestuurders hebben een maatje mij uitrucht om auto te rijden. En dat moet ze de eerste 4 weken bewijzen. En het kunnen dus het rietbewijzen ook nog worden. Zo zien ze dat ze wat voorzichtig binnen. Maar dat blijkt net uit deze meetings. De helft van de Friezen maakt het van tevoren een bob-afspraak. Maar dat zei het net alles. Want 20% daarvan houdt hem er net aan. Er wordt nog te vaak met drank oprijden. Daarom begint in februari een bob-campagne. Met spandoeken en veeltjes willen sporters en supporters bewust maken van het meidje van bob-afspraken. Ik zal de politie alcoholcontroles houden bij sportcomplexen. Friesland is een van de 4 regio's die mij docht aan de proefcampagne. Wij zijn er net uniek in, maar wij zijn wel uniek in de... De hoeveelheid sportkantines die wij hier hebben, dat van plattelandsgemeente binnen. En dat het net zo vanzelfsprekend is dat zo maar de tram of dergelijks, maar die van BV4 weer waarom kist. De proefcampagne wordt rond juni en dan met zien hoe er acties het meest vertuten die in hebben.